Dat is compleet, kan het zo in de vuur. Een van de laatste. En er zit iemand naast me die het volgende magazijn heeft en ik ben klaar met schieten, haal ik hem eraf, volgende zet hem erop en ik kan gelijk weer schieten, haal ik hem zelf weer af. Pas 14, 16, en bij die pikeniers was de lengte inderdaad belangrijk, want dat wapen van deze mannen, u kunt het niet ontkennen, is lang. Gemiddelde piek. Moet u denken aan 2,5, 3 meter. U herkent de pikeniers aan, aan de piek. We zijn hier wat ik ermee moest. Ik heb hier perfect in het zicht. Dan krijgen we nu twee rijtjes. Als u dat vermenigvuldigt met, die lijst hebt zitten. Om het vaandel te beschermen. Als je zeg maar op een weg loopt en er staat in het midden van de weg, het is een smal pad, een fietspad of zo, we zijn daar aan het marcheren en er staat een object in het midden. Kan je het commando geven, open files. Gewoon zo uitlopen zo. Ja. Vooruit. Geweldig, oké, man, het wapen omhoog. Ja, en met. Zou ze zeggen, hoors, en je gaat het halen. Ja, kom op. Ja, dat kan wat feller. Ja, wat een strak gelid. Kompagnie, halt! Hef het wapen, okay, rechtsomkeert. Richt het wapen, rechtsomkeert, zei ik. Platoon! Richt het wapen, vaars, egelen, vaars! Vaars! March! De hut. Ergens ver weg in het woud had men voor hem zijn hut gebouwd. Daar zit de grijsaard in zijn kluis. Zijn enige zoon is nog niet thuis. Ginds huilt een wolf, daar knort een zwijn. Mijn God, waar zal mijn zoon toch zijn? Zo zit hij daar in droef getreurd. Opeens, er moet een kloppen aan de deur. Vier sombere gestalten dragen zacht zijn enige zoon daar door de nacht. En leggen hem op een sponde neer. En kijken keer op keer de oude grijsaard aan die, eer hij op kon staan, krachtloos ineen was gezonken. Want hij was evenals zijn zoon lamlazarus dronken. Ik doe tenminste stevig geld. Oké, linksop. Toon, links. Volgende week. Mag ik wat zijn we allemaal gaan doen met mij? Kijk, hè? Jongens, leg het kantien daar, hè? Ho! Rechtsop! Laatste rust! Nou, het was mij waar genoeg. Dank u wel. De captain! Broeder! Haro! Broeder! Haro! Broeder! Haro! Voor God en vaderland! Links. 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 Dag links, ben je. Mag. Hap daar. Hap! Links. Oep! Stilstaan.
Kijk, je kan er niet bij, dan schuif een stukje op. Als je niet bij kan. Jetzt schon vierte nach elf. Was soll ich losfahren? Gib mir die Meldung schnell, dann können wir losfahren. Komm mal. Ja, ist soweit. Ja, oké. Okay. Bis gleich. Bis später. Dat En dat weet ik. Het is gewoon een smerig scheidingsspelletje. Ja, ja, maar dat speelt al jaren. Ja, daarom. Maar toen die twee ook gingen trouwen, zei ik, wat is het voor een goed idee? Dat doet dan niet. Ja, Monica ken ik niet. Ik heb geen... Ik kan het alles kennen. Ik had nummer 3 al. 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 Ik had Kijken wat je er allemaal aan het doen bent. Ja, 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 ja. Kulletjes. 50. Lijkt me een ideaal communicatie uit te brengen. Welkom bij de club. Bijna niet, lang niet iedereen. Mijn naam is Marcia Dolmans, ik ben secretaris van het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis. Nou, we zijn heel erg tevreden. Gisteren hadden we al een goede dag voor de zaterdag. Ja, vandaag is het geweldig. Dat ziet u ook wel als u om u heen kijkt. Heel veel bezoekers. Het is heel gezellig druk. En ja, we hebben meer bezoekers dan we hadden durven verwachten. Het is de 13e keer dat we dit organiseren. Het is de eerste keer dat we het in Horst aan de Maas organiseren. Wat is er op dit moment, als we vergelijken met 13 jaar terug, wat is er veranderd? Dat is een hele goede vraag. Er zijn meer lidverenigingen bijgekomen bij het LPLG. Het LPLG is het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis. En daarbij zijn 35 lidverenigingen aangesloten. Die zijn allemaal hier op dit moment. Dus we zijn uitgebreid. We kunnen nog meer laten zien van 2000 jaar levende geschiedenis. Dus we zijn grootser geworden. Er zijn 33 van de 35 lidverenigingen zijn aanwezig, maar er zijn meerdere werkgroepen per vereniging aanwezig. Dus ja, we hebben toch wel te maken met zeker 40 verschillende tijdsuitbeeldingen.